Niet niks zeggen. In deze video laat ik een gameplay zien van de... Ja, ik noem wel gewoon de Doom Slayer set. Dit is deze skin, ik laat dus alle headstels zien. Deze blabbeling, deze pickaxe, heeft volgens mij geen headstels, nee. Dit is de glider. Dit is de control, ik weet niet of ze die gaat afspelen zeg maar in de game. Ik hoop het wel, dit is de emote. En dit is de rap. En we gaan even dan over naar de Battle Pass. Ja, dat zijn dus de eerste rewards die je krijgt voor Doom Slayer, Lone Screen, Spray. Dit was de babbling die ik net liet zien. De wapenrap, de glider. Doom Slayer zelf. De Contrail. De pickaxe. Emoticon, de emote en Edstel voor Doom Slayer. En dan hebben we nog bonus rewards en dan krijg je ook nog, moet voor mij terugdenken. Hier krijgen we nog een Edstel voor Doom Slayer, oh. In ieder geval, hier krijg je nog een Edstel voor Doom Slayer en voor mid-season drops krijg je ook nog een Edstel voor Doom Slayer. Dus in de control wil je dus uit. Dit is control. Ja, pickaxe krijgt gewoon hetzelfde als zwaar pickaxe. Zoals reiniger, als je gaat aimen, dan gaat het al dinner uit, zoals je kan zien. Ik weet niet hoe hij. Door naar de volgende uitstel. Kom nu aan mijn laatste.
Oh, ik weet niet waarom mijn prins daar nog tussen schoot. Ik had niet eens veranderd ofzo, dus ik vond het wel apart. Dit was dus een gameplay van de Doomslayer set. We hadden deze keer met deze headstels. Deze babbling, deze pickaxe. Deze glider. Deze control. Deze rap. En deze emote. En je kunt hem dus gewoon krijgen gratis dus in de Battle Pass. Van de 4 kun je hem dus krijgen. En hij heeft dus ook een bonus reward uitstel. Dat is deze. En bij Mitsen Syndrome heeft hij ook een uitstel. En ja, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet niet om te liken en te abonneren.